Freek, jij was bij Vitesse Ajax. En nou, Vitesse weet weer even waar ze staan. Hè? Die werden flink opgerold door, door Ajax. Al dus een hele cynische Wouter. Mooi. Nee, maar, ja, het moest heel diep komen, zei hij te gaan na afloop. Nou. Maar dat hebben we wel gezien. Want de eerste helft was echt verschrikkelijk slecht. Tweede helft wel wat beter. Ook wel door de aanpassing die hij deed. Bessie erin. Zag je wel dat het achterin wat stabieler stond. Maar goed, het was wel weer een week waarin Ajax op de feiten is gedrukt, hoor. Met Union Berlin, waar Kerk wordt uitgeschakeld. En tegen Vitesse, waar je eigenlijk terugvalt in het probleem die je in november tegen Vitesse zag. Thuis, met Manhoef die zo kon oversteken en er geen restverdediging was. Nou, dan zag je de eerste helft. Ja, en de spelervatting is natuurlijk dramatisch, hoeveel ze daarvan al tegen hebben gehad dit jaar. Ja, dan blijft het gewoon. Ja. Dan zie je ook dat spelers ook weer terugvallen in hun oude vorm. Maar net zoals, waarom zeg je dat zo cynisch eigenlijk? Want jij denkt, Ajax zal dat moeten dan? Of over dat oprollen? Ja? Nou, ik had toch wel verwacht dat er iets meer overwicht zou zijn. Van dit Ajax? Nou ja, ook. Ja. Echt waar? Ja. Tegen Vitesse. Jawel, maar tegen dit Vitesse. Vitesse is ook niet meer Vitesse. Vitesse is niet de nummer 4 of 5 op dit moment. Nee, maar je hebt ook Vitesse gezien in de arena tegen Ajax. Ja. Wist je toch dat dit in scenario kon zijn? Dat ze heel moeilijk doorheen zou komen. Van Schreuder nog. En dat Vitesse, ja, maar dit is toch niet veel beter? Nou, ze winnen wel hun wedstrijden, maar het is toch niet dat je zegt van, het is zit potdicht, niemand komt er doorheen. Nee. Ze racen er doorheen. Nee. Ja. Nee, vooral tweede helft werd het beter, zoals je al zei, door Bessie. Ja. Het is ook wel opvallend dat hij nu de grote redder is overdreven, maar dat hij het zo goed doet. Ja, las vandaag inderdaad ook, volgens mij schreef Sjoerd dat van, je kunt niet met hem, niet zonder hem. Het is wel zo, hij is een stuk minder gaan spelen. Er zijn eigenlijk, kijk, hij en Sanchez, die zijn vooral na die trainerswissel natuurlijk veel minder gaan spelen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zie je wel op momenten dat er meer verdedigende kwaliteiten, echte verdedigende kwaliteiten worden verwacht. Dan is hij gewoon heel erg nodig. Goed. En dan zie je hem aan de bal, zie je hem inderdaad weer hele af en toe rare keuze. Maar dat weet je, dat is niet zijn kwaliteit. En dan moet hij groeien. En ze maken vaak de vergelijking met Alvarez toen hij kwam. Dat hij ook echt lang nodig heeft gehad in het begin om het voetballende gedeelte onder de knie te krijgen. Nog steeds. Maar goed, dat is wel een stuk beter dan toen hij kwam. Mm-hmm. Maar het was ook gek. Ik weet het niet, maar wel een stuk beter. Maar bij Bessie moet echt ook die ontwikkeling doormaken. Maar verdedigend, fysiek sterk. Je hebt gewoon voor Ajax, heb je gewoon die specifieke kwaliteit die hij heeft. Zijn snelheid, heb je gewoon nodig. Ja. Als het was toch gek dat hij niet begon? Op deze gekke manier wil spelen, zeg maar. Vooral als je met Taylor op 6 wil spelen, waar alle middenvelders lopen gewoon naar voren. Door, ja. Kijk, en als je hem inderdaad opstelt, dan kan je dus ook Alvarez, die inderdaad wel bezig is met restverdediging en oké, hoe staan we en stel voor en zo, dan kan je hem daar neerzetten. Als je Alvarez naar achteren, heb je en hem daarachter, dat ook geen toegevoegde waarde is, vind ik, en Taylor op 6, die ook geen toegevoegde waarde is op 6. In plaats van dat je eigenlijk, ja, het klinkt gek dat Bessie dan inderdaad nodig is, maar zijn specifieke kwaliteit hebben ze wel nodig. Hij is ook groot. Hij is volgens mij niet een hele goede kopper, maar hij is wel groot. Ja. Dat zou je verwachten dat het ook helpt bij standaard situaties. Want het was nu de negende tegengoal uit een standaard situatie van dit jaar. Ja, 2023. Het zijn ook van 4 vorig seizoen volgens mij in totaal, om het maar Freek, aan te geven. Dat is toch inherent aan hoe Ajax naar voetballers kijkt. Ze kijken natuurlijk eerst van, hoe lekker ben je aan de bal? En hoeveel crossbasis, hoeveel kan je inspelen, hoeveel kan je dribbelen? Precies. En dan kijken of je een keer ook kan verdedigen. Dat zei Heitinga gisteren ook tijdens de persconferentie op die vraag over Bessie. Zei precies wat jij zegt. Als wij goed aan de bal zijn, hebben we Bessie niet nodig. Nee. Zijn we slecht aan de bal, zoals in de eerste helft, hebben we Bessie heel hard nodig. Want dan leiden we het balverlies, moeten we achteruit. Ja. Maar dus Timber donderdag, weet je, moet een duel aangaan met een kopsterke speler. Hoe heet die? Rens, ja. Moest met een kopsterke speler. Is gewoon niet hun kwaliteit. Nee. Is dat zo dat als je goed kan voetballen, dat je dan automatisch minder goed... Over het algemeen wel, ja. Over het algemeen wel, ja. Ja. En ja, is het trainbaar eigenlijk? Standaard situaties, verdedigend? Maar je kan het op een andere manier invullen. Je kan... Morten Ozen bijvoorbeeld bij Deen zelf, dat had ook niet de beste koppers. Hij stuurde 3 man voorin. Maar dan moeten zij met 4 achterin. Ja. Dan heb je iets minder mensen, zeg maar, in de 16. Dat geeft ook meer ruimte voor de keeper om te komen. En dat zal natuurlijk wel prettig zijn als een keeper heerst in de lucht voordat het gevaarlijk wordt. Dus dat zijn wel dingen die je kan gebruiken om het jouzelf
iets makkelijker te maken. Heitinga blijft wel de hele tijd zeggen van wij willen kampioen worden en we gaan ervoor om kampioen te worden. Maar Mikkels, geloof je die man nog als hij het zegt? Ja, hij moet het zeggen natuurlijk. Ja. Het zou gek zijn als hij de handdoek gooit met maar 3 punten achter. Maar geloof je het hem? Lijkt wel een beetje het inpraten van moed, ja. En ja, dat kreeg je ook voor die Europa League alweer. Hè? Dat idee van, ja, die moeten we kunnen winnen. Binnen 90 minuten, zei hij zelf. Ja, als je dan die thuiswedstrijd zag, dan had je niet het idee dat ze die wedstrijd makkelijk zouden gaan winnen. Het ging wel wat beter natuurlijk in Duitsland. Maar ze kregen toch wat ze hadden verwacht, denk ik. Of wat ze hadden gevreesd. Maar het is op dit moment meer de moed inspreken. Maar goed, aan de andere kant, ja, als ze dichtbij kunnen blijven, blijft het natuurlijk spannend. Want ja, details kunnen natuurlijk beslissend zijn. Ook aan de andere kant, bij Feyenoord. Dus ja, ze moeten er wel van uit blijven gaan dat ze een kans blijven maken. Ik zou het bijzonder knap vinden als Ajax het kampioen zou worden. Dat zou ik eigenlijk bijzonder knap vinden. Ja, nu. Maar natuurlijk op voorhand niet. Nee. Hoewel, jij dan weer wel. Sorry? Jij dan weer wel. Nee, want ik heb niet gezegd dat Feyenoord kampioen zou worden. Ik had gewoon gezegd, is het zo? Ja. Oh, dat heb ik dan maar een beetje geluk. Maar meer dat het troef was aan een slot. Nee, die voorspelling vooraf is natuurlijk helemaal nergens op. Maar wat? Nee, nee, sorry. Nee, maar het gaat. Ik zal dat nu, in de huidige, zeg maar, als je zo lang een crisis, dat zou ik bijzonder knap vinden als Ajax kampioen zou worden. Als je ziet wat er allemaal gebeurd is dit jaar bij Ajax. En ook nog eens een reeks van 7 wedstrijden zonder overwinning. Mm. Trainerswissel. Totaal geen vastigheden in het spel. Dan zou het wel. En maar maakt wel heel terug voor de concurrentie zijn. PSV jaagt al jaren op Ajax. Nu heeft Ajax een dramatisch seizoen. Heeft PSV ook een dramatisch seizoen. Nu kan Feyenoord ervan profiteren. En als Ajax dan alsnog weer kampioen wordt, ja, dan heb je zoiets. Wat moet er dan gebeuren? Maar geloof jij Heitinga, Freek, als je hem zo dat ziet? Nou, ik vind hem wel echt goed communiceren. En soms worden dingen uitgeknipt dat het lijkt op cliché. Maar dat vind ik bij hem helemaal niet. Hij gaat overal op in. Ik vind hem duidelijk. Spelers vinden hem duidelijk. Ook in de communicatie. Hij maakt ook duidelijke keuzes. Alleen, het wil niet zeggen dat je voor een vast basiselftal kiest, dat dan dat basiselftal in één keer heel goed gaat voetballen. Dat is wel gebleken. Kijk, uiteindelijk is het geen toeval dat dit tegen Union Berlin Wijndal een helftje heeft gespeeld van de 4 helften die er gespeeld zijn tegen een tegenstander met veel weerstand. Dus Wijndal is gewoon nog niet zo goed bij Ajax. Dat is wel gebleken, hoewel hij daar zelf misschien iets anders aan denkt. Ja, Bergwijn, geweldige start begin van het seizoen, maar al heel lang gewoon totaal niet in vorm. Laat het totaal niet zien. Geen moment. Tegen Union niet, gisteren weer niet. En zo zijn er meer spelers waar het gewoon kwalitatief de afgelopen weken, maar eigenlijk dit hele seizoen, ondermaats is. Dus ja, dit is het minste Ajax misschien wel in hoeveel jaar? Nou, dit is wel het minste Ajax in... Dat is eigenlijk lang geleden. Jij moet even de elftal waar Frank de Boer mee kampioen is geworden. Ja, oké. Dat is pas een knappe prestatie. Maar eigenlijk daarna begin je, laten we zeggen, te kijken naar Peter Bos. Ja. Toen is het geld uitgegeven. Ja. Dus dan ga je naar die tijd. Dat is 10 jaar terug of zo? Nee, kort. Ik denk 2016 dat het voor het laatst is. Maar vanaf Overmars zijn ze gaan spenderen natuurlijk.